Zo, nou, het lijkt hier het Limburgs heuvellandschap wel. Ik loop door het Kaapduin. Een bosgebied in de duinen bij Oostvoorne. Ja, want deze dagen verken ik de omgeving van het mooie dorpje Oostvoorne. En dit is een natuurgebied waar ik niet eerder ben geweest. Dus ik heb geen flauw idee wat we hier gaan aantreffen. Ik hoop natuurlijk veel vogels. Maar het is nog echt doodstil. Ik hoor hier en daar wel wat mees. Een pimpelmees en een koolmees. Houtduif heb ik gehoord en een zwarte kraai. Maar dat is het dan wel. Maar goed, we zijn er nog maar net. We gaan kijken wat we allemaal gaan zien. We wandelen nu niet meer op Kaapduin, maar in het duin van Oostvoorne. Dat is echt een uitgestrekt duingebied waar je doodstille bossen aantreft. Ik hoor hier echt werkelijk waar niets anders dan een klein zuchtje wind, in de verte de zee en nu en dan een mees. Maar hier in die Elzen dook juist een putter op. Twee putters wel te verstaan. Hoog in die top. En die komen af op de Elzenpropjes waaruit ze zaadjes peuteren. Ik sta hier weer in een stukje stil duin. Ik hoor werkelijk waar niets. Ja, dat wordt het refrein van deze wandeling. Niets horen, behalve hier en daar een piepje van een vogel. Ja, je kunt hier uren wandelen zonder een vogel te zien. Maar dan opeens kruist een zwermpje staartmezen je pad. Zoals nu. Die staartmezen zijn gezellige vogels om die te volgen. Ze komen vast ook bij je in de tuin langs. Ze hangen ondersteboven aan de takken. Ze zoeken naar insecten. Het is winter, dus die vogels moeten zich warm houden, moeten voldoende energie tanken. Dus zijn rusteloos op zoek naar voedsel. Ze hippen voortdurend van tak naar tak. Onnavolgbaar haast, zeker voor een camera. Maar toch, je ziet ze hier in beeld. En het lijf is kleiner dan de staart. Dat is het leuke aan die staartmezen. Een koolmees zat hoog in de populier. En toen hadden we helemaal geluk. Toen kwam een groene specht aangevlogen. En die begon in de stam van een, is het een populier of een linde of een olm? Ik denk een olm te hakken. Hé, daar hoor ik een seis. Pieuw, een seis. Nou, het is een mannetje groene specht. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat in zijn bakkenbaard rood schemert. Nou, dat is dan typisch een mannetje groene specht. Eerder deze week, of was het vorige week, ik ben het even kwijt, had ik een vrouwtje groene specht voor me. In een weiland in de Albasserwaard. En die heeft zwarte bakkenbaarden. Maar het zijn werkelijk schitterende vogels om te zien. Haast even mooi als een ijsvogel. Nou, het was weer een geluk hier. En dan ben ik nog de koperwiek vergeten die hoog in die top, in die boomtop zat. Zo zie je maar. Je ziet een uur lang niks. En dan opeens staartmees, groene specht, koperwiek. Koolmees. Schitterend. Nou, ik sta echt op een bevoorrechte plek momenteel. Want ik sta precies onder een marentak. En het oude, een beetje heidense ritueel zegt dan dat je dan een mooie vrouw mag kussen. Ja, marentakken zijn parasieten die groeien. Onder andere op populieren. Je ziet hier groene bollen in die bomen hangen. En dat betekent dat zo'n parasiet groeit in die boom. En die profiteert van de sapstroom in die boom. Dus hij onttrekt voedingsstoffen uit die boom. Nou, dit zijn mooie groene bollen. Ze blijven het hele jaar door groen. Hoe kaal een boom ook wordt. Maar ik vind dat we dat oude ritueel maar weer eens in ere moeten herstellen. Overigens, de vroege kerk schafte heel dat ritueel rond die marentak af. Want het deed maar denken aan de vruchtbaarheidsreligies in die heidense godsdiensten. Maar later in de geschiedenis werd die marentak in verband gebracht met kerst. Het kerstfeest. Nou, het is december. Dus nog een goede reden om eens even goed onder die marentak te gaan staan. Karja, komt er maar eens bij.
Heb jij wel eens een kus onder de marentak gekregen? Nooit. Nog nooit. Voor het eerst van mijn leven. Nou, ook al. Dat is een primeur vandaag. Een kus onder de marentak. We zijn aan het eind van onze wandeling door het Kaapsduin en door de duinen van Oostvoorne. En ik heb nog één vogeltje wat ik wil laten zien. Nou, het is echt een piepklein vogeltje. Het is het kleinste vogeltje van Europa. Het is het goudhaantje. Ik had hem in een flits. Het goudhaantje is niet groter dan 10 centimeter. Het weegt maar 5,5 gram. En hij is ook op zoek naar voedsel, naar insecten. Naar piepkleine insecten die op de takken leven. Hij is wat groenig, maar op zijn kop heeft hij een mooie streep, een mooie gele streep. Het goudhaantje dat hier ook door de duinen rondscharrelt. Nou, dit was onze vogelwandeling door het Kaapsduin en door de duinen bij Oostvoorne. Je kunt hier echt uren wandelen. Ik denk zelfs wel dagen. Van Oostvoorne naar Hellevoetsluis. Ik denk dat het een prachtige wandeling oplevert.